Als jong meisje, dames en heren, ik zal het maar opbiechten, ben ik vrijwillig op de Bijbelclub gegaan. Ja, die heette de Kinderkaravaan en die kwam elke maandagavond bij ons om de hoek op de Donderberg, Nieuwbouwwijk in Roermond. En mijn ouders die vonden dat maar gek, want zij moesten altijd gedwongen naar de kerk en op straffen van ketsen met de liniaal van de leraar als ze niet gingen. En daar ging ik als klein meisje, 9 jaar, vrijwillig naar die Bijbelclub. En wat me daar heel erg in aantrok, waren de verhalen. En op een dag gingen wij met onze school, de Vincent van Gogh School in Roermond, op excursie naar het Oude Kerkhof. Dat kun je wandelen vanuit de Donderberg. En het Oude Kerkhof in Roermond is vooral beroemd vanwege het grafmonument van Pierre Cuypers. Jullie wellicht bekend dat een beroemde architect uit Roermond, Rijksmuseum, Centraal Station in Amsterdam en heel veel andere kerken in Nederland. En ik kan me nog goed herinneren dat we op weg naar dat grafmonument bij dit graf uitkwamen. Ik weet niet of er hier mensen uit Roermond in de zaal zijn. Gisteren in Middelburg had ik er zowaar 2. Geen emigranten naar het noorden, nee. Misschien zijn er mensen bekend met dit graf. Dit, dames en heren, is wat wij in Nederland noemden 2 geloven op een kussen. Daar staat een muur tussen. Moet je je voorstellen dat je als protestante kolonel in de jaren 80 van de 19e eeuw verliefd wordt op een katholieke jonkvrouw in Zuid-Limburg. Nou, dat viel niet goed. Dus beide families vonden dat heel ingewikkeld. De familie van Gorkum, van de kolonel, en de familie van Averden, het zijn ook van die nette namen, die waren behoorlijk ontzet. Maar ze hebben volgehouden, deze onmogelijke liefde. Ze zijn getrouwd, maar toen de kolonel stierf, wilden ze heel graag een gezamenlijk graf hebben. Maar dat mocht niet van de katholieke kerk. Want een protestant en een katholiek konden niet op gewijde grond samen begraven worden. Dus wat deden deze slimme echte lieden? Die hebben een plan bedacht, voordat ze allebei dood waren natuurlijk. Want zo bovennatuurlijk was het nou ook weer niet in Roermond. En hebben een grafmonument gemaakt waarbij de jonkvrouwen op het katholieke deel begraven werd, 8 jaar nadat haar man was overleden en op het protestantse deel lag. En het mooie is dat als je naar kijkt, is het een mannen- en een vrouwenhand die over de muur heen naar elkaar reiken. En waarom vertel ik dit verhaal? Want dit is het verhaal van een universeel verhaal van liefde. Liefde die niet mag zijn. Als het een liefde is tussen 2 geloven, tussen 2 mensen uit verschillende culturen. En natuurlijk, als ik het woord cultuur gebruik en geloof, soms zit er een overlap in en soms zijn het 2 verschillende dingen. Maar in dit geval waren het 2 Nederlanders met een verschillend geloof. En nu in de 21ste eeuw, als ik met mijn vrienden spreek van allemaal Nederlanders, hè, artikel 1 van de grondwet, we zijn allemaal gelijk voor de Nederlandse wet. Maar sommige mensen hebben ook nog een andere identiteit, Pakistaans, Marokkaans, Turks, Somalisch. En als zij verliefd worden op iemand van een ander geloof, dan zie je heel vaak dat de familie, de omgeving, er ook een muur tussen wil zetten. En dat doet me verdriet, want het is natuurlijk iets wat ik heb geleerd op die Bijbelclub. Wat me heel erg aansprak, was dat God liefde is. Dat God in alle mensen zit en in alle dingen. Dus ik begreep dat niet als 9-jarig meisje toen we daar op dat kerkhof liepen. Toen dacht ik, hoe kan het nou dat er een instituut is, hè, zoals die 9-jarigen in jullie omgeving die vraag stellen, waar je dan geen antwoord op hebt. Hoe kan God liefde zijn en toch een muur tussen geliefden zetten? Ik begreep dat niet. Maar goed, ik was niet heel principieel over mijn twijfels. Want ik ging samen met mijn klasgenoten de communie doen. En voor de katholieken onder jullie, of afvallige katholieken of weggelopen katholieken, of mensen die misschien niet van het katholicisme afweten. Dit moment is natuurlijk een prachtige rietenpassage voor jonge mensen, jonge kinderen. En in de jaren 70 zaten de klasjes nog vol. Toen kwam de pastoor nog naar de middellagere school om met ons de voorbereidende lessen te doen. En wat ik zelf, als ik naar deze foto kijk, dan is de vraag altijd van hoe vrijwillig ben ik eigenlijk in die kerk gestapt? Want die heilige communie,
Dat is een van de sacramenten van de katholieke kerk, waarbij je als jong persoon toegang krijgt tot de eucharistie. En als ik nu met vrienden van mij spreek over of zij wel of niet vrijwillig moslim-christen zijn, die vrijwilligheid, je merkt ook in de discussie over is islam een ideologie of een religie, kun je het wel of niet afdoen, vind ik een hele interessante. Want hier, ik ging vrijwillig naar die godsdienstlessen. Ik ging vrijwillig naar die voorbereidende lessen. Maar de aanlokkelijkheid van dat roze jurkje, de witte lakschoentjes en het horloge plus foto met paard hebben wel meegespeeld in mijn beslissing. Want ik voelde dat ik bij een groep hoorde van mijn klas. En ik kijk ook met heel gemengd gevoel terug naar deze foto. Want tegelijkertijd dat wij daarvoor in die kerk, in de Thomaskerk op de Donderberg, aan het oefenen waren met het dekken van de maaltijd en het breken van het brood en nog niet het drinken van de wijn, want we waren minderjarig, zat achter in de kerk mijn vriendinnetje Monique, protestants uit Amsterdam, en zij mocht niet meedoen. En in tegenstelling tot mijn vriendin Dima uit Damascus, waar ook altijd godsdienstles werd gegeven op de jezuïetenschool waar zij zat in de jaren 70... moslimles of islamles voor de moslims, catechese voor de christenen en helaas geen les voor de Joodse Syriërs. Dus mijn vriendinnetje Dima was altijd jaloers op haar Joodse vriendinnetjes, want die mochten lekker naar huis. Maar Monique mocht niet naar huis, die moest achter in die kerk zitten. En ik vraag me wel eens af of ik toen, ik was behoorlijk eigenwijs en eigenzinnig en ik voelde dat er iets niet klopte. Maar ik vond het zo fijn dat ik bij mijn groep hoorde dat ik eigenlijk niet ben opgekomen voor haar. Dat ik de vraag niet heb gesteld, waarom mag zij niet meedoen? De vraag of je een onschuldige omstander kan zijn was voor een 9-jarige nog iets te zwaar. Maar als ik er nu op terugkijk, denk ik ja. Dat uitsluitende van die kerk, dat begon toen wel bij mij te knagen. Aan het einde van de lagere school wilde ik niet langer zwijgen. En dat kwam omdat er een ander ritueel moment in mijn leven kwam waar ik mij met hand en tand tegen verzette, namelijk gevormd worden door Monsignor Gijssen. Voor de wat oudere generatie in deze zaal, Monsignor Gijssen, bisschop Gijssen, werd naar Roermond gestuurd om de provincie Limburg even terug in het gareel te zetten. Want het was daar toch, de kerk liep daar leeg, secularisatie, iedereen van God los, dat moet niet kunnen, vond Rome. Bovendien was er in heel Nederland de emancipatiebeweging. Begonnen steeds meer mensen ook openlijk uit te komen voor hun homoseksualiteit. Het liep echt totaal uit de hand, vond Rome. Ik vond het maar een enge, vrouwenvriendelijke, homofobe man. En ik heb nu een nichtje en een neefje die 12 zijn. En die bewijzen mij dat ik inderdaad dit soort eigenwijze gedachten gehad kan hebben. Want soms als je over je eigen biografie nadenkt, dan maak je dat natuurlijk heroischer dan het daadwerkelijk was. Maar ik kan me nog herinneren dat ik tegen mijn vader zei, ik wil niet door die man gevormd worden. Ik wil niet zijn vinger op mijn voorhoofd. En mijn vader heeft me letterlijk en figuurlijk de kerk ingesleurd. De man die zelf nooit meer naar de kerk ging, zei toen, ja, maar wat zullen de buren zeggen? Als toen niet naar de kerk is, dan heb ik de hele tijd gezeik, hè? Ik zal even ondertitelen, of misschien is Limburgs en Gronings. Ik weet dat er een soort van Frimburgs is met de Friezen, maar ik weet niet hoe het met het Grimburgs zit, maar jullie begrepen hem wel, hè? En als ik terugdenk aan dat moment, die ruzie met mijn vader, dan denk ik aan de verhalen van mijn vriendin Naida, die vorig jaar vrijheidscollege heeft gegeven over vrijheid van angst. Hoe moeilijk het is om je te onttrekken aan een groep waar je graag bij wil horen. Als er een deel van wat die groep voorstaat je niet aanstaat. En in die periode is mijn onderscheid beginnen te ontstaan tussen hoe ik naar de katholieke kerk keek en hoe ik naar het geloof keek. Ik heb deze foto's uitgezocht. Op dit moment is er in Museum Ceramiek in Maastricht een tentoonstelling die Gijssen Flikker op heet. Dus excuse my French. Het is gewoon het quote van een titel. En dit is naar aanleiding van de herinnering aan een eerste roze zaterdag
toepasselijke roze microfoon hier. Het is de enige demonstratie waar ik ooit bij ben geweest. Nou, een beetje heb toegekeken, maar een soort van bij ben geweest. Toen was ik 14 jaar en het was voor mij echt ongelooflijk interessant om al die zoenende mannen te zien, met elkaar dan. En dansende vrouwen die in een soort van poses waren, dat ik dacht, volgens mij is hier meer aan de hand. Ik was nog behoorlijk ongekust als 14-jarige Roermonds-katholiek keurig meisje. En ik voelde in één keer die wereld buiten deze stad, daar gebeurt iets. Daar wil ik heen. En een van de dingen die voor mij van belang zijn geweest in mijn religieuze opvoeding is de gelijkenis van de talenten. Ik vermoed dat velen van jullie hem deze gelijkenis kennen. Ik zal hem, dat is Matteüs 25, vers 14 tot 30 voor de Bijbel onvaste onder ons. En het verhaal is waarschijnlijk bekend. De werkgever die op reis gaat, die zijn dienaren 10, 5 en 1 talent meegeeft. Hij komt een enige tijd later terug en twee van de dienaren hebben echt wat gedaan met die talenten. En de derde dienaar heeft het talent onder de grond gestopt en daar niks mee gedaan. En wat ik wel interessant vind is dat er allerlei studies zijn naar deze gelijkenis van gaat het over talent als talent de munt? Of kun je er toch ook een metafoor in zien? En ik zie hem er graag in. Want iets wat ik heb geleerd op die Bijbelclub is dat er een verantwoordelijkheid is voor ieder mens om iets te doen met dat talent. En misschien is dat wel, als het over geloof gaat, meneer de burgemeester, voor mij het geloof in het goddelijke in iedere persoon. Niet alleen dat God liefde is, maar dat wij alle een uniek wezen zijn in de oog van onze schepper. Ik kan me nog herinneren toen ik zwanger was en ik 7 weken, de 7 weken echo maakte en ik dat kleine hartje zag bewegen. En ik kon niet anders dan terugdenken aan wat ik had geleerd als 9-jarig meisje over God is liefde en God is in alles. En terug naar die gelijkenis van die talenten. Voor mij betekent het een opdracht aan mezelf. En daar ben ik ook inderdaad heel persoonlijk in. Dat geldt voor mij, dat dat iets is wat ik heb meegekregen en wat als ik dat talent wat ik heb gekregen uitdraag, dat ik iets kan betekenen voor de wereld in het grotere geheel. Toen ik naar Leiden ging om Arabisch te studeren, toen dacht ik, weg ermee, kerk, afgesloten, nieuw begin, ik heb er niets meer mee te maken. En het geloof had ik ook even in de ijskast gestopt. Totdat ik op een dag, ik woonde inmiddels op het Rapenburg, mensen die in Leiden hebben gestudeerd in de zaal. Ja. Klikspaanweg, jullie bekend? Ja, Klikspaanweg. Ja, dat is een studentencomplex, toch best wel buiten de Singel. Nou, daar was ik niet gevonden door de mensen die bij mij langskwamen op het Rapenburg. Maar op een dag ging de bel en mijn huisgenoten zeiden, Petra, ik denk dat er Jehovah's getuigen voor de deur staan, voor jou. En ik dacht, oké. Bizar. Dus ik ga naar beneden en daar staan twee mensen met een grote map met allemaal papieren. En die keken mij zalvend aan en zeiden, jij hoort bij ons. Echt iets van, daar word ik altijd heel zenuwachtig van als mensen tegen mij zeggen, jij hoort bij ons. Ik ben niet zo'n clubmens. Ik dacht, nou, ik ben van mezelf. En wat bleek, dat deze mensen van de gemeentelijke basisadministratie in Leiden te horen hadden gekregen dat er een nieuwe katholiek in town was. In elk geval binnen de Singels, namelijk ik. En dat ze mij toch even de prochie in moesten trekken. Dat vond ik een hele rare gewaarwording. Toen ik in Egypte, ik heb de deur iets wat te hard dichtgeslagen. Want ik wilde niet meer bij die katholieke kerken horen. Ik moet eerlijk toegeven, ik heb me nooit uitgeschreven. Dus misschien sta ik nu wel in de gemeentelijke basisadministratie in Den Haag nog geteld als katholiek. Vind ik trouwens altijd interessant, hè, als het over cijfers gaat. 1 miljoen moslims in Nederland. Nou, ik vermoed dat er is nergens een plekje waar je kunt zeggen, mag ik even het vinkje eruit halen? He, zoals ik mijn vinkje katholiek er ook niet uit heb gehaald. Dus misschien tel ik nog steeds mee. Goed, ik ga in de Arabische wereld studeren en echt vanaf dag 1, ik spreek Arabisch, krijg ik in taxis, bij lezingen, bij ontmoetingen, de eerste vraag is, inti muslima wala masihiya? Ben je moslim of ben je christen? Want ik spreek Arabisch, dat is de taal van de islam. Maar ik zie er westers uit, dus ik zal wel christen zijn of moslim. Dus mensen zijn helemaal in de war. En ik was in het begin heel star in mijn reacties. Ik vond dat het hen niets aanging. Ik zei dan, dat is een hele persoonlijke vraag. Dat doen wij niet in Nederland. He, dat is toch alsof je naar iemand seksleven vraagt wat voor geloof je hebt. Of het salaris. Of iets anders impertinent. Maar langzaam maar zeker kwam ik erachter
wat mijn vrienden in de Arabische wereld, of ze nou uit een christelijk milieu, uit een islamitisch milieu of uit een joods milieu kwamen, allemaal ja, geloof als een moreel kompas zagen. En ik herkende daar de tantes van mijn moeder in, die in Buggenum, in Neer, in Heldenpanningen, in de buurt van Roermond woonde, die mij hebben laten zien als klein meisje hoe geloof ook troost kan bieden en richting. En langzaam maar zeker begon ik wat milder te worden. En dat vond ik best ingewikkeld, want tegelijkertijd zag ik, toen ik in de jaren 90 diplomaat in Egypte was, hoe islam gebruikt werd als verklaring om terroristische aanslagen te plegen op toeristen, op synagoges, op mensenrechtenverdedigers, op politici. En nu nog steeds zie ik wat er in Syrië en Irak gebeurt in de naam van islam. En ik kan u verzekeren, en straks ook voor de vraag, het vraag-en-antwoord gesprek, ik heb geen antwoord. Heeft dit te maken met de islam? Ik weet het eerlijk gezegd niet. Maar wat me wel helpt als antwoord, is wat een vriendin van mij mij ooit vertelde. Laila Shaker heet ze. En zij is de eerste vrouwelijke voorzitter van een moskeebestuur geweest in Geleen. In Zuid-Limburg. En zij zei een keer tegen mij, ze zei, het geldt voor alle religies, maar voor mij is islam als een lucifer. Je kunt met een lucifer inderdaad een kaars aansteken, licht brengen, maar je kunt natuurlijk met een lucifer ook verschrikkelijke dingen doen. Bos in brand, huis in brand, erger, mensen in brand steken zelfs, we hebben het gezien. En zij zei, kun je de lucifer verantwoordelijk houden voor wat iemand met die lucifer doet? Ik vond dat een mooie vraag. Nou, wat ik zei, ik werd steeds milder over geloof als een morele kompas in het leven van mensen. En een van de mensen die mij daar echt heeft geïnspireerd is Pater Frans uit Homs. Ik weet niet of jullie weten wie hij is, maar misschien hebben velen van jullie de documentaires gezien op de Nederlandse televisie. Een jezuïetenpater die al decennia lang in Homs woonde. En voor mij, toen ik in Damascus kwam, werd hij een spirituele vader. Die heb ik wel meer gehad. Ook op de middelbare school was er ook een pater die voor mij een spirituele vader was. En die mij iets leerde wat ik graag met jullie deel. Ik ben op een gegeven moment met Pater Frans op stilte-retraite geweest met 43 christenen, Syrische christenen, Pater Frans en ik. En ik had hem bedongen om niet te vertellen wie ik was. Want ik zei, ja dan krijg ik meteen al mijn paspoort aanvragen of visum aanvragen. Want ja, ze weten dat je op de ambassade werkte. Want de illusie dat Hafez al-Assad en daarna Bashar al-Assad christenen beschermt in Syrië, die kan ik jullie ontnemen. Want wij kregen heel veel asielverzoeken in de tijd in Nederland van Syrische christenen, omdat ze zich onveilig voelden onder het dictatoriale regime van Assad. Dus ik niks zeggen, dat was ook de bedoeling, want het was een stilte-retraite. We hebben toen het verhaal van Petrus en de evangelie van Petrus samen gelezen in het Arabisch. Dat vond ik heel erg bijzonder. En toen voelde ik daar op die berg in Syrië waar geloof voor mij over gaat. Het is die innerlijke stem die je alleen maar kunt horen in stilte. Jouw innerlijke stem. En voor mij is dat het goddelijke in iedere mens. En dat dank ik, dat inzicht dank ik echt aan dat moment met Abuna Frans daar boven op die berg. Toen hij vorig jaar vermoord werd, was dat voor mij ook echt een groot persoonlijk verdriet. En tegelijkertijd voel ik op een of andere manier, en dat is misschien, ja, ik vind altijd heel interessant hoe mensen die gelovig zijn soms ook als superstitious worden gezien. Dat zie je trouwens in de Arabische wereld ook. Of bijgelovig. Gelovig, bijgelovig. Mijn de tantes van mijn moeder, die hebben allemaal wijwater van Lourdes op de kast staan. Want je weet maar nooit, hè, waar je het voor kunt gebruiken. En heel veel vrienden van mij in de Arabische wereld, die hebben gewijd water uit Mekka in de kast staan. Want je weet maar nooit waar je het voor kunt gebruiken. En laatst was ik in Cairo. En ik vond het mooi wat u zei over de Matthäus Passion. Hoe ja, muziek je hart kan openen en dat het je iets brengt waarvan je denkt, God, is dit nou het goddelijke? Of is het, God, is dit nou het goddelijke? Of is dit mijn innerlijke stem? Of de kippenvelfactor? Ik weet het ook niet precies, meneer de burgemeester. Maar daar zat ik met mijn dochter in het Azhar Park aan de rand van islamitisch Cairo, de 1001 minaretten en de oproep tot het gebed klonk.
En voor mij die a cappella golf van de Allahu Akbars, wat voor heel veel mensen het geluid is van de terrorist. Ik kreeg kippenvel, want het voelde als thuiskomen. En mijn dochter, nu 17 jaar geleden geboren in Cairo, zei: mam, het voelt net als thuis. Wat ik heb geleerd in de Arabische wereld is dat als de wereld een dorp zou zijn, dat dit ongeveer de samenstelling van de gelovigen in het dorp zou zijn. Natuurlijk heb je nog heel veel andere samenstellingen. Mannen, vrouwen, rijk, arm, van voetbalhoudend of niet van voetbalhoudend. Dol op House of Cards of niet op House of Cards. Maar wat je ziet is dat geloof, nou eigenlijk laat ik het omdraaien, dat als je alles bij elkaar optelt, dan zijn 88 mensen in dat werelddorp van 100 mensen op een of andere manier gelovig en 12 niet. Nou, er wonen er een stel van in Europa. En ik denk dat wij in de 21ste eeuw een beetje kwijt zijn van hoe we met geloof moeten omgaan. Maar ik heb op mijn reizen in de wereld heel veel meegemaakt hoe belangrijk geloof is in de levens van mensen. De vraag die ik in deze lezing wil stellen is wat er dan gebeurt als we mensen nog alleen maar door die lens van religie gaan zien. Als dit de enige manier is waarop we elkaar bevragen. Ben je christen, ben je moslim, ben je hindoe, ben je boeddhist? Wat gebeurt er dan? Daar ga ik naartoe. Deze twee dames zijn nogal belangrijk in mijn leven. En het interessante is, ik heb deze foto vaak gebruikt om bij interviews in vrouwenbladen te laten plaatsen. En het is me zeker 3 keer overkomen dat ik gebeld werd door de redacteur en dat ik gevraagd werd: wie is die nanny? Hoe heet die nanny? Ja, nou, die nanny die heet niet, dat is geen nanny. Zij heet Soraya. En zij is de naamgeefster van mijn dochter Soraya. En hoogleraar antropologie aan de American University in Cairo. En zij was aanwezig bij de bevalling van mijn dochter Soraya. En nu wordt het echt persoonlijk. Want toen ik lag te huffen en te puffen en zij hele flauwe Monica Lewinsky-grappen begon te maken, zei de gynaecoloog voortdurend Bismillah Rahman Rahim. In de naam van de barmhartige erbarmer. Heel veel islamitischer wordt het niet hoor, tijdens een bevalling. Dat kan ik jullie wel vertellen. Dus mijn toenmalige echtgenoot zei, zij zei toen, Soraya, de grote Soraya, die zei, zijn geen moslims hoor. En mijn toenmalige echtgenoot zei toen van, nou, we kunnen echt elke zegening wel gebruiken in deze situatie. En wat ik interessant vind als we naar namen kijken, onlangs had de Volkskrant een bijlage met de portretten van Mohammed. Ik weet niet of jullie die hebben gezien. Hè? Allerlei verschillende Mohammeds. Mohammed de ingenieur, Mohammed de pizzabakker, Mohammed de fietsenmaker. Ik weet niet precies wat al die Mohammeds deden. Maar wat ik interessant vond, is dat toen wij de naam Soraya aan onze dochter gaven, dat onze vrienden met een islamitische achtergrond zeiden, oh fijn, ze heeft een islamitische naam. Nou betekent Soraya de Pleiade, de 7-ster. Dus dan zei ik altijd, nee hoor, die waren er al voor de profeet. Maar onze vrienden met een christelijke achtergrond in de Arabische wereld waren een beetje boos op ons. Van waarom hadden wij zo'n islamitische naam gekozen? En dan zei ik, nee, dat is een naam van een ster. Maar wat ik nooit had kunnen vermoeden is dat de naamgeefster van mijn dochter, toen ik onlangs in Egypte was, mij bezorgd aankeek, zou kijken en zei, Petra, ik vraag me toch al jaren af, heb jij geen spijt dat je haar mijn naam hebt gegeven? Nou was mij die vraag wel eens gesteld op het schoolplein na 9/11, maar dat de naamgeefster van mijn dochter naar Europa kijkt en mij deze vraag stelt. Zij zegt, wat ik zie gebeuren in Europa, de uitsluiting van mensen met een islamitische, Arabische achtergrond, ik maak mij bezorgd over het kind waar je mijn naam aan hebt gegeven. We gaan terug naar Limburg. Ik weet niet of jullie weten waar dit is. Maar dit is in Helden. Soms, als je schrijft, dan denk je, goh, de werkelijkheid is echt een cadeau. Want dan ga je terug naar Limburg, naar het dorp Helden. En dan ga je naar een opening van een moskee. En de architect van die moskee, die heet Engels. Ik kan het echt niet beter verzinnen, gewoon. Deze moskee, de Es-Salaam-moskee, de Vrede-moskee, is
opgebouwd met donaties, steun van de lokale gemeenschap, nadat in 2004 de moskee, of eigenlijk een gebedsruimte, in brand was gestoken met die lucifer door een stel jongeren. Men weet nog steeds niet precies wie het gedaan heeft. En dat was een paar dagen na de moord op Theo van Gogh. Dus ineens kwam Helden in het nieuws, ook in het internationale nieuws, en sprak zelfs CNN over masks being set alight in the middle of southern the Netherlands or something. Ik was bij de opening van deze moskee. En voor mij was dat als een thuis, kreeg daar een enorm gevoel van thuiskomen. Want ik hoorde Arabisch, ik hoorde Berbers, ik hoorde Limburgs. Ik rookte wierook. Die gebruiken ze namelijk ook in moskeeën. En als katholiek, keurig katholiek meisje heb ik daar wel een fijne neus voor gekregen. Maar ik zag ook iets wat ik niet voor mogelijk had gehouden toen ik als 9-jarig meisje die communie deed. Waar mijn vriendin werd uitgesloten. Hier stonden voor op dat plein, bij die moskee, alle, ja, hoe moet je het zeggen, de hele samenleving stond er. Mannen, vrouwen, mijn familie, mijn moeder was mee, haar vriendinnen stonden er, jong, oud, moslim, niet moslim, je kan het eigenlijk allemaal niet zien. En één moment staat mij nog in het geheugen gegrift. En dat was toen Ahmed Abu Talib, hij was toen nog staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een Korancitaat voorlas. Sura 49, vers 13. Dat is een vers dat vaker wordt geciteerd om te laten zien dat de islam wel degelijk ruimte geeft aan andersdenkenden. En u mag me straks om de oren slaan met alle nare joden, christen, moorden, citaten in de Koran. Die zijn er ook allemaal, dat weet ik. Maar deze raakte mij. O mensen, we hebben jullie uit een man en een vrouw geschapen en we hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar zouden leren kennen. En hoe dat leren kennen gaat, dat vind ik wel leuk om even te zien. Het is een filmpje van ongeveer 5 minuten en ik wil daar ongeveer 2,5 minuut van laten zien. Huub en Jo. Subsidies van de Nederlandse regering hebben ze volgens dat ze ons vertelden niet gehad. En enorm veel zelfwerkzaamheid. Hè? Ze hebben een aannemer in de arm gehad, maar als je ziet wat ze allemaal bijschouwden aan stenen en... Oh, mannen, die hebben daar bloed, zweet en tranen gemaakt. Ontzettend. Ja, dat klopt. Ja, daar had ik respect voor gehad toen hij dat deed. Dat is eigenlijk precies hetzelfde als wij een kantine moeten boven voor een voetbalclub hebben. Want ze weten bij ons ook te barsten. Ten eerste, jullie zijn welkom in de moskee As-Salam. As-Salam, dat is een Arabisch woord, heeft eigenlijk verschillende betekenissen. De voornaamste is vrede. De moskee is open voor moslims en niet-moslims. En de moskee moet een maatschappelijke functie hebben. Dus de activiteitenruimtes, de gebedsruimte, een lift, een toilet voor invaliden. Een keuken, een bibliotheek, een werkkamer, noem maar op. Dat is allemaal noodzakelijk voor een moskee. Want de moskee is de hele gebouw. Binnen de moskee heb je een gebedsruimte. Voor mij is het heel belangrijk, het past binnen mijn identiteit. We hebben jarenlang, 25, 30 jaar, een moskee gehad op de achtergrond. Het voldeed totaal niet aan de eisen. Een kleine ruimte. We deelden het 25 jaar samen met de Turkse gemeenschap. Er was geen ruimte voor de vrouwen. Er waren geen fatsoenlijke sanitaire ruimtes. Je kon er geen fatsoenlijke uitvaart. Ja, dat knaagde op een gegeven moment aan je. En op een gegeven moment was er in 2004 dan met de moord op Theo van Gogh, was dan de brand in de moskee. Daar hebben we tijdelijk toen een ander onderkomen gehad, maar dat heeft ons toen ook in denken gezet. Nou, de geruchten zijn dat het aangestoken zou zijn. Door? Ja, door. Door? Iemand? Ja. Nou, wie is die iemand? Ja. Dat weten wij zeker niet. Gelukkig, wij hebben in elk geval vanuit onze gemeenschap, wij hebben onze alle energie positief richting dit project laten gaan. Proberen de lokale bevolking, en de lokale ondernemers, zoveel mogelijk te betrekken. Want wij wouden niet, we wouden graag iets... Hè, een stukje, een symbool van integratie, en dat bereik je niet als je een architect of een onderneming vanuit Utrecht laat komen en hier iets neer laat zetten waar geen enkele betrokkenheid is.
Want er is in Panningen toch veel weerstand geweest. Hè? Dankjewel. Mochten jullie als gemeente nog wat willen leren over zelfredzaamheid en burgerparticipatie, kan ik inmiddels heet daar Peel en Maas. Vind ik veel minder poëtisch dan helden, maar ja, helaas. De gemeentelijke herindeling is ook niet zo poëtisch. Maar dat dorp en de conglomeratie van dorpen staat echt bekend als een plek waar mensen echt burgerparticipatie echt in het DNA hebben. En ik was in 2013 was ik bij de viering van het vijfjarig bestaan van de moskee. En daar was een voorzitter van, of een directeur van Wonen Limburg, een woningbouwcorporatie, Hassan Naja, die ook een tijd in het bestuur had gezeten van deze moskee. En daar stond hij in de gemeenschapsruimte van de moskee en hij was heel kritisch over het bouwen van minaretten. En hij zei toen van, we moeten eens ophouden met het bouwen van minaretten. We moeten menselijke minaretten neer gaan zetten. Wij in deze gemeenschap. Wij moeten laten zien dat we artsen zijn, dat we architecten zijn, leraren, politici. We moeten rechtop gaan staan als Nederlandse burgers en als menselijke minaret. En dat sprak mij heel erg aan, want ik was daar ook bij een panel over burgerschap. En door zijn verhaal ging hij in op wat ik noem, laten we voorbij de kleur van religie kijken en laten wij voorbij de ene laag van iemands identiteit kijken. In die moskee gebeurde dat. Want ik moest terugdenken aan dat moment met mijn vriendinnetje mijn vriendinnetje Monique, die achter in die kerk moest zitten. Maar ik zie ook bij mensen met een moslimachtergrond dezelfde neiging. Om zich terug te trekken in die groep, in die zaal. Zoals dat vroeger in het katholieke zuiden gebeurde. Met de katholieke volkspartij en de kerk. En nu de moskee eigenlijk een veilig eiland is in een woelige omgeving. En ik maak me daar zorgen over. Dus daar zei ik iets over. Ik zei van ja, jullie moeten. Het is mooi hoor, als dit een gemeenschapshuis kan zijn. Maar ik hoop toch dat jullie in het contact met de buitenwereld niet alleen maar vanuit jullie religie, maar ook vanuit jullie professie en vanuit jullie, weet ik veel, liefde voor voetbal en de samenleving. Maak niet de fout die de katholieke kerk heeft gemaakt. Dat je mensen alleen maar op die ene laag van hun identiteit ziet. Nou, toen kreeg ik meteen een standje van de gouverneur, die er ook was. Want zo heette de commissaris van de koningin, was het toen nog. Klopt dat? Ja. Gouverneur Bovens, verder een hele vriendelijke man. Maar die had zoiets van, jij moet je wel beseffen, dat is mansplaining, hè? Kennen jullie dat fenomeen? Dat mannen nog één keer uitleggen aan vrouwen hoe het zit? Mansplaining. Ja, en deze, ja, het is een serieus begrip, mansplaining. Dus dan komt er een man naar je toe en die zei, weet je wat jij je niet beseft? Dat door de katholieke kerk vrouwen zich hebben kunnen emanciperen. Ik zie sommige mannen nu zo gaan zitten, zo ben ik niet. Nee, dat was ook een grapje, niet alle mannen zijn zo. En ik kan het heel goed met Theo Bovens vinden inmiddels. Maar ik vond het wel interessant dat hij mij terecht wees. En ik moest op een gegeven moment ook denken, dat moment dat ik bij Buitenlandse Zaken zat en dat we een bijeenkomst hadden over hoe divers is onze organisatie, want dat is van belang hoe je met elkaar kennis kunt verwerven. He, want als wij hier zo zitten, dan heb ik de indruk dat we een vrij homogene groep zijn. Misschien dat we wel, als we vingers gaan opsteken, dat er nog wel wat diversiteit te ontdekken is. Nou, Pieter Hilhorst, die was toen gespreksleider en die vroeg op een gegeven moment, wie reist er veel? Wie gelooft er? En we moesten opstaan. Dat is trouwens een tip voor als je lezingen geeft, dan moet je mensen af en toe oplaten. Dat, no worries. Maar dan krijg je wat energie in de zaal. Dus nou, ik stond op, ik geloof. En een hoge ambtenaar keek mij aan, echt zo vol afgrijzen. En riep iets te hard, het kan niet waar zijn dat jij gelooft. Nou, daar heb ik een klacht over ingediend. Want ik dacht, dit is, niet echt een klacht. Maar ik heb me wel, net als bij meneer Bovens, toch gezegd van sorry, maar dit vind ik dat je dat niet kan. Niet sorry, maar dit kan je niet zeggen. Wij, terug naar de wereld is een dorp. Wij zijn als Nederlandse overheid, vertegenwoordigen wij de Nederlandse overheid in het buitenland. En daar zijn 88 mensen in dat dorp gelovig. En dan kan jij wel zeggen, dat kan niet waar zijn. Maar daar hebben wij gewoon mee te leven. Een aantal jaren geleden zag ik Amin Maalouf, mijn favoriete auteur, bij een lezing in Amsterdam. En die heeft mij geïnspireerd tot het schrijven van dit boek. Want hij zei, naast de economische crisis moet Europa zich ook zorgen gaan maken over een andere crisis. En dat is de crisis rondom de vraag,
kunnen wij nog wel omgaan met verschil in Europa? Zien wij de scheidslijnen in onze samenleving en vooral zien wij aan de goede kant van de scheidslijn die andere kant? En dat vond ik een fascinerende vraag. En in mijn boek Terug naar de Donderberg, en ik heb straks een prijsvraag voor die origineelste vraag. Die krijgt een boek en de burgemeester krijgt natuurlijk ook altijd een boek. Dus u hoeft geen originele vraag te stellen. Dus jullie zijn niet in competitie met de burgemeester. Maar in dit boek ben ik op zoek gegaan naar die scheidslijnen in de samenleving. Deze wijk ben ik zelf opgegroeid. Voor heel veel mensen aan de verkeerde kant van de spoorlijn. Ik vermoed dat stad Groningen ook zo'n wijk heeft. En heel veel steden in Nederland hebben zo'n wijk. En ik ben daar Fatin tegengekomen in de Turkse moskee. Een jonge Irakese vluchteling die door dezelfde leraar als ik is geholpen. Alleen 20 jaar later. Ik ben daar Alejandro tegengekomen in de kerk. Alejandro uit Chili. Ik weet niet of jullie het realiseren, maar er is op dit moment een omgekeerde missie vindt er plaats in Nederland. Want er zijn geen jonge jongens meer die in het ambt of in de intreden. Dus ze halen nu via de neocatechumenale weg. Dat is een bepaalde richting binnen. Ja, daar heb ik heel lang op moeten oefenen hoor, voordat ik dat goed kon uitspreken. De neocatechumenale weg. Dat is een richting binnen de katholieke kerk. Die vind ik wel een beetje newborn catholic-achtig aanvoelen. Maar ik kan me nog herinneren dat ik 2 jaar geleden op onderzoek ging die kerk in. En ik dacht, nou, er zit niemand, hè. Ga ik lekker cynisch over schrijven. En die hele kerk zat helemaal bomvol. Met alle kleuren van de regenboog uit die wijk. En ik ben daar ook op het jongerencentrum geweest in die wijk. Het jongerencentrum waar zo'n 300 jongeren, vooral jongens, een vluchtheuvel of meer dan dat vinden, een thuis. En heel veel van die jongens, die hebben achternamen en voornamen die doen vermoeden dat ze van niet-westerse afkomst zijn. Dat ze misschien wel moslim zijn, waar ze elke dag wel 20 keer op worden bevraagd. En dan kom ik weer terug naar die gelijkenis van de talenten. Daar worden ze eigenlijk bijna nooit op bevraagd. Van wat kan je aan onze samenleving bieden? Hoe kunnen we je ondersteunen in dat talent? En dan krijg je wat ik noem het grote dilemma van meerdere of moorddadige identiteiten. Amin Malouf, ik zei het al, is mijn favoriete auteur. Die schreef eind jaren 90 een boek, Les identités meurtrières, moorddadige identiteiten. En hij zegt in dat boek, als wij mensen vastpinnen op één deel van hun identiteit, of dat nou etniciteit, religie, geslacht of ras is, dan moeten wij ons niet verbazen als op een gegeven moment mensen zich op die ene laag gaan laten voorstaan. En ik weet niet hoeveel mensen bij jullie, hoeveel mensen hier vrienden hebben met een islamitische achtergrond, waar bijvoorbeeld de dochters of de vrouwen van het een op het andere moment een hoofddoek zijn gaan dragen. Wat ik zie is dat veel jonge meiden die hoofddoek zien als een geuze iets. Als ik dan toch de hele tijd word aangesproken op mijn religie, dan zal ik het jullie laten zien ook. En je zou bijna kunnen beweren dat mensen zoals Wilders, politici als Wilders, bijna voor een soort van islamisering van de samenleving hebben gezorgd, omdat ze mensen steeds op die ene laag van hun identiteit aanspreken. En niet meer kijken van wat is nou de toekomstdroom. Ik was laatst op in Holland, hogeschool in Den Haag. En daar zit echt het Nederland van de 21ste eeuw. En die meiden, sommige van die meiden hebben een hoofddoek. En ik weet, er zijn nu allerlei onderzoeken. Er staat ook een stuk in de opzij, waar je dat je dan kunt aflezen dat fundamentalistische meiden zijn. Dat mag, hè, in Nederland. Je mag radicale ideeën hebben. Je mag ook fundamentalistische ideeën hebben. Dat is nog steeds binnen onze wet. Maar de vraag van wat doe je nou eigenlijk met je talent, die wordt hen bijna nooit gesteld. En dan krijg je dus iets heel geks. Dan krijg je dus, als je naar deze mensen kijkt, ik denk dat jullie ze allemaal wel kennen. Ja, dat is goed te zien. Mensen die voor Nederland voetballen. Mensen die in Carnegie Hall in New York de sterren van de hemel zingen. Ik weet niet of jullie Carzo Dunmes kennen. Maar zij is een Amsterdamse Nederlandse meid van Turkse afkomst die echt wereldfaam aan het krijgen is. De Nederlandse Nora Jones. Mensen die in Amsterdam al 14 jaar lang de politiek op zijn kop hebben gezet. Mensen die voor Nederland in Afghanistan en Irak hebben gediend. En ik ken ze allemaal, alleen de voetballer niet. Maar ik weet ook dat hij
heel vaak de vraag krijgt: en wat vind jij van 9-11? En vind je dat de sharia moet worden toegepast? En daarmee creëren wij wat ik zeg moorddadige identiteiten. En Mustafa Hilali, de man rechtsonder, is een van de oprichters van Niet Mijn Islam. En ik weet niet of jullie vandaag in de Volkskrant hebben gezien. Zij hadden eergisteren een bijeenkomst in Den Haag. En dat is de rare paradox in de Nederlandse samenleving. Dit is een groep jonge Nederlanders die zeggen dat extremistische geweld in Charlie Hebdo in Kopenhagen, Daesh, ISIS in Syrië, wat daar gebeurt, dat is niet de islam die voor mij belangrijk is. Daar identificeer ik mij niet mee. Die doen dus eigenlijk, veel Nederlanders zeggen, ze nemen afstand. Moeten ze zelf weten, van mij hoeft het niet, maar dat doen ze wel. Ze gingen een zaal huren in Den Haag en konden nergens terecht. Want ja, moslims. Nou, de wereld op zijn kop. De wereld op zijn kop in Limburg. Hebben jullie deze foto gezien afgelopen weekend in de NRC? Nou, ik ken de regisseur van de Passiespelen, Kees Rulles. Die heeft mij verteld dat hij op het moment dat hij besloot, na de audities, dat Abi Shalgoum de Jezus van 2015 zou zijn, brak de hel los in Limburg. Wat hij wel niet dacht. Een Marokkaan, Jezus? Dat kon toch niet? En dan zie je hoe ver het gekomen is dat wij in onze liberale, open samenleving, dat er dan echt mensen zijn in Limburg die serieus, en de politici, zakenmensen, die zeggen: ja, maar Jezus is in de christelijke Joodse traditie. Dat kan toch niet door een, die kan toch niet door een moslim gespeeld worden? Nou, vandaar mijn oproep voor vanavond. Alle religies hebben iets met kleur. Toen ik onlangs in de Thomaskerk was in Roermond, stond Alejandro wat ongemakkelijk in zijn braamroze, ik weet niet precies hoe zo'n mantel heet. Kazuivel? Nee? Is het een kazuivel? Is het een kazuivel? Ja. Dus had hij echt zoiets van, dat vond hij toch veel te vrouwelijk, dat braamroze. Maar dat hoort bij de vastetijd. Nou, jullie weten dat groen de kleur van islam is. Ook van GroenLinks en D66 en CDA. Dus ja, different shades of green, daar hebben wij ook allemaal mee te maken. En vanavond hebben we het over een van de vier vrijheden. Roosevelt noemde het de freedom of worship. En als we dat vertalen in het Nederlands, dan is het de vrijheid van elke persoon om God te aanbidden op zijn of haar eigen manier, overal in de wereld. En ik zou die vrijheid van religie vanavond ook op een andere manier willen duiden. De manier van Martin Luther King. Jullie kennen het nog. Ik lees hem toch even voor om hem weer te voelen. I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. En ik deel die droom ook als het gaat over religie. Ik zou willen dat wij een samenleving hebben waar wij hier, en laten we het niet over de mensen buiten hebben en die moslims, nee, wij hier, als we naar die ander kijken, dat we voorbij de kleur van de religie van die ander kunnen kijken. Dat we accepteren dat elke mens meerdere identiteiten heeft. En daarom sta ik hier. Omdat ik als 9-jarig meisje, ik ben aan het afronden, ik kijk even naar de voorzitter. Als 9-jarig meisje wist ik nog niet precies hoe ik mijn stem moest laten doorklinken. Durfde ik het ook niet, wilde ik mezelf ook niet buiten de groep zetten. Maar nu doe ik het wel. Ik spreek mij uit over hoe wij kijken naar die ander. En ik kan jullie vertellen dat ik het op Twitter echt af en toe om mijn oren krijg. Want empathie laten zien voor een groep waar mensen graag tegenaan schoppen, nuance aanbrengen in hoe wij kijken naar een groep in Nederland die inderdaad burgers zijn van dit land. En als ik dan tweet, goh, de NRC heeft het over Nederlanders en moslims, het moet niet gekker worden. Zijn moslims dan geen Nederlanders? Nou, dan moet ik echt een heel erg groot aantal trollen, zoals dat heet, blokkeren, want wat die niet allemaal met mij willen doen. En nazihoer is dan nog wel het minste wat ik om mijn oren krijg. Dus je uitspreken over vrijheid van godsdienst en kijken voorbij de kleur van religie in Nederland, dat is stelling nemen. En dat vraag ik jullie ook. En daarom laat ik deze foto zien van mijn geboortestad Roermond. Het is iets heel bijzonders in die stad. En ik had het eigenlijk niet door, totdat ik vorig jaar op een dakterras in de buurt van de kathedraal stond en in één keer het beeld van Sint Christoffel zag. En Sint Christoffel, zoals jullie wellicht weten, is de beschermheilige van de reizigers, maar ook een symbool voor de veerman.
Ja, het is, ik doe dat even genderneutraal, hè, als dat mag. Ik wil ook gewoon directeur worden en ambassadeur en premier of zo. Hè. Daar hoeven we helemaal geen vrouwelijke termen voor te geven. Dus wees een veerman, zeg ik tegen jullie. Wees zoals Christoffel. Durf van de ene naar de andere kant te gaan en weer terug, ook als er even een zware last op je schouder is. Dat is onze verantwoordelijkheid. Dat is misschien wel wat ons uniek kan maken. En ik hoop dat als jullie vanavond naar huis gaan, dat jullie jullie eigen gelaagdheid voelen, maar dat jullie daarin ook een lotsverbondenheid voelen met mensen die misschien niet op jullie lijken. En misschien is het wel leuk om straks bij de borrel of de koffie elkaar daarop aan te spreken. Van hoe kun je nou eigenlijk een veerman zijn? In navolging ook wat de burgemeester zei. Van wij hebben hier als groep en elk individu van deze groep voor mijn gevoel een verantwoordelijkheid om voorbij die kleur van religie te kijken, omdat we dan pas echt mensen de vrijheid geven om hun godsdienst te beleven zoals zij dat willen. Dank jullie wel.